Bal ingebracht, scherp en dat had er moeten zijn, want de vlag blijft omlaag. Bij deze moet ik terug laten zien. Moet ik spelen. Offside. Er komt nu geen bloed uit, maar als hij scoort is het is de moment om te ingrijpen. Absoluut. Hoe is het om videoassistent te zijn? Ja, dat is hartstikke leuk. Het is net iets minder leuk als scheidsrechter, hè, want dat is het allermooiste wat er is, zelf op het veld staan. Maar het is een prachtig project. Ik ben daar vanaf dag 1 eigenlijk bij betrokken. En als je dan ziet van waar we zijn begonnen en dan nu dat het eigenlijk echt officieel gaat worden, is het prachtig om daar deel van uit te maken. Torsby, daar gaat Slagveer. Daar komt zijn eerste kans al. Slagveer, oog in oog met Vermeer en de tackle van Nelom is uitstekend. Ja, ik wil die maakt toch nog situatie even wat de meters goed meter. Als Slagveer die bal voor de lekker mee krijgt. Kou 10 seconden in het veld. Kan dat? Je kan alles beter beoordelen omdat je zo en zo 5, 6, 7 cameraposities hebt. En de scheidsrechter in het veld die heeft alleen zijn eigen blik. Hè? En dan kan er nog iemand voor hem staan. Hij kan vermoeid zijn dat je iets minder ziet. Dus ik kan het zo en zo beter zien. Zonder dat we het spel vertragen, de gemiddelde beslissing nemen we in zo'n 11, 12 seconden. Kunnen we goed advies geven aan de scheidsrechter. En je ziet toch dat voor de drie spelbepalende momenten waar wij naar kijken, naar doelpunten, rode kaarten en penalties, dat je bijna in 1 op de 4 gevallen dat je een andere beslissing zou nemen. Kuit, dit is een goede voorzet en de zets. Dit is Hens van de kaart. Ja, duidelijk. Gele kaart. Terecht de gele kaart. De 90 minuten in zo'n busje, hoe zou je die omschrijven? Ja, best nog wel zwaar, want je moet echt heel erg geconcentreerd zijn. Want niet alleen naar de voetbalsituatie kijken, maar ook alles wat er op het veld gebeurt. Want het zou zomaar kunnen zijn dat er iets achter de rug van de scheidsrechter op 20, 30, 40 meter gebeurt. En dat zou ik ook moeten zien. Dus je moet echt 94 of 93 minuten heel geconcentreerd zijn. En dat moet je je goed realiseren. Nou, we hebben nu, dit is het derde seizoen dat we offline aan het testen zijn. Dus er is geen contact tussen de scheidsrechter in het busje, zal ik maar zeggen. Hè, die de beelden bekijkt en de scheidsrechter op het veld. En dat hebben we nu eigenlijk ruim 2,5 seizoen getest. En met de resultaten daarvan zijn we naar de internationale spelregelcommissie gegaan. Waarvan het nu lijkt dat we echt op korte termijn toestemming krijgen om live te gaan testen in het nieuwe seizoen. Van den Berg krijgt te maken met Kuit. En dat was een stevige charge ook van Kuit, die wat probeert duidelijk te maken aan zijn ploeggenoten. De belangen zijn zo ontzettend groot. De eerlijkheid van het spel wordt er die wordt er beter door. Dus op het moment dat jij twijfelt als scheidsrechter, die momenten zijn de plenty in een wedstrijd, is het erg prettig dat je weet dat er een collega in een busje zit die ingrijpt als je daadwerkelijk fout zit. Dus het is een heel veilig gevoel voor de scheidsrechter dat de videoassistent er is.